FCM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Klaver, Kortwijk. Ja, Luciano, dan ga je het veld af. 1-0 voor. Alles goed, alles onder controle lijkt het. Ja, en dan kijk je vanaf de bank toe en dan gaat hij de laatste minuten gaat hij er nog in. Wat denk je? Ja, dat is gewoon heel zuur. Als je het zo lang volhoudt om 1-0 voor te staan, dan moet je hem eigenlijk ook over de streep trekken. En dan doe je hele goede zaken naar rechtstreeks erin blijven. En dan moeten we de volgende wedstrijd weer heel hard knokken. Dat moeten we sowieso doen. Maar ja, wat ik zeg, we moeten deze wedstrijd gewoon over de streep trekken. Is dat waar je het meest van balt? Dat je veel kans op 2-0 had en dat hij er gewoon niet in gaat vandaag? Ja, tuurlijk. NAC ging heel snel lange ballen spelen in de tweede helft. En dan krijgen wij een aantal mogelijkheden in de counter. En dan zijn te makkelijke reddingen van de keeper. Of zijn we net niet scherp genoeg voor de goal. Daar hadden we het af kunnen maken en dat doen we niet. En dan zal je altijd zien dat de bal aan de andere kant erin gaat. Je speelde vrij opportunistisch inderdaad, veel lange ballen. Jullie hebben daar tegen gewoon goed gevoetbald, eigenlijk bij de helften. Je schiet er een weer in. Gefeliciteerd, lange tijd. Wat dacht je zelf? Hij moest er ook in? Ja, nee, het is inderdaad een lange tijd, maar ook een lange tijd dat ik... Dat ik weer basis sta. En dan weet ik van mezelf dat ik vanzelf weer ga scoren. Ik had tegen Heerenveen aan moeten scoren. Maar hij zit er nu in. En deze had nog belangrijker kunnen zijn dan die van Heerenveen. Alleen het is gewoon heel, heel zuur. Je merkt het ook aan het publiek. Hè? Ze gaan er nog een keer met z'n allen achter staan. Voelde je het ook als een heksenketel op het veld? Dat het gewoon lekker was ook om onder deze omstandigheden te spelen? Ja, tuurlijk, want we stonden heel lang 1-0 voor en dan gaat het publiek op twee gedachten. De ene kant willen ze achter de ploeg staan van NAC en de andere kant denken ze toch van ah, nee, niet weer. Hè. En dan gaan ze fluiten. Dus hoe langer je het volhoudt, hoe minder moed het publiek had. En dat is gewoon heel jammer dat we nu met 1-1 en 1 punt de bus in gaan. Het had 2-0 inderdaad kunnen zijn. En je had een goede buffer kunnen nemen inderdaad voor de volgende wedstrijden. Ja, volgende week zondag thuis, Utrecht. Ja, precies. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen om punten te kunnen pakken. En daar heb je goede herinneringen aan. Je ene goal toen nog. Ja, klopt. Dus dat moet goed komen. FCM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Klaver, Kortwijk.